Goedemiddag iedereen. Vandaag zit ik bij de VRT met meneer Houtekiet. Wij voeren een kort gesprek over zijn laatste week en weken, wat hem is opgevallen. Onder andere hoe hij in zijn functie als leidinggevende is gegroeid. Over de actie met de fileproblematiek die de laatste 2 weken bij Houtekiet centraal stond en veel meer. Bedankt voor het kijken. Reageer of subscribe hieronder en tot de volgende keer. Dank u wel. Goedemiddag meneer Houtekiet. Hartelijk dank om tijd voor mij vrij te maken. Ik ken u al lang van uw stem via de radioman. Voor de mensen die u nog niet zouden kennen, of die waar de naam Houtekiet geen belletje doet rinkelen, zou ik u mogen vragen uzelf voor te stellen en misschien te beginnen met wat officieel uw jobtitel is. Ik heb het geluk van geen officiële jobtitel te hebben. Ik werk sinds 1979 voor de openbare radio. Eerst bij Radio 1, daarna bij Studio Brussel. Mee Studio Brussel opgericht, daarna nu terug bij Radio 1. En ik zou zeggen, radiomaker, dat is wat ik geweest ben. Ik heb verschillende rollen mogen invullen. De rol van producer, van redacteur, van presentator, van nethoofd. De zaak wat 5 jaar lang van een strategisch oogpunt kunnen bekijken. En nu ben ik eigenlijk terug bij het ambacht, ben ik terug radio aan het maken sinds 5 seizoenen nu, een interactief programma. Dus radiomaker. En daarnaast, dat is dan geen officiële job, laat staan een jobtitel, ook heel veel met muziek bezig. Ik ben zelf pianist en ik heb een aantal projecten lopen met verschillende zangers en conceptbedenkers. Dat zijn zowat de twee poten waar mijn professionele bestaan op verder gaat. We zitten op het einde van de week. Kan u een typische werkweek van een radiomaker of van Jan Houtekiet bespreken? Hoe ziet een typische week er voor u uit? En dat kan een specifieke dag zijn of een volledige week. Wel, ik heb het geluk van in een programma te zitten waar de typische week niet bestaat. Al was het maar omdat het programma verschillende vormen kan aannemen. Het is een programma dat 1 uur duurt, dus dat staat vast. Maar voor de rest is het alleen onze blik op maatschappelijke thema's, wat mensen bezighoudt, die bindend is. Voor de rest, hoe we dat dan uitwerken, hangt een beetje van de impact van het onderwerp af. Bijvoorbeeld, we zijn vandaag vrijdag 17 februari. We hebben nu net een actie afgerond die we 2 weken lang op het hele net gevoerd hebben. En we hebben vanochtend die actie afgerond met een uitzending van 2 uur. Dus een atypische uitzending die we ook op locatie gaan maken zijn. Wat was het project? We stelden vast, ja, de mobiliteit is iets wat iedereen aangaat en vooral bezighoudt. En dan vooral ook de fileproblematiek. Ik vind het altijd moeilijk om dat een problematiek te noemen, om de heel eenvoudige reden dat het iets is wat we voor een stuk onszelf ook aandoen. Een luxe problematiek. Ja, dat is dan weer te eng, want sommige mensen leven echt van mobiliteit. Ik denk maar aan vrachtwagenchauffeurs, Ja. mensen die in de logistiek zitten. Maar het is iets wat ons een beetje boven het hoofd is gegroeid. En we hebben het idee opgevat, laten we toch eens inzoomen op die fileproblematiek en laten we dat op een constructieve, lees misschien ook wat milde manier doen, zonder de zaken uit de weg te gaan en met de zaken te benoemen zoals ze zijn. Dus we hebben het concept opgevat van een stop 30 te maken, een soort file top 30, de meest ergerlijke files. Maar we wilden niet in de verzuring blijven zitten, dus we hebben ervoor gezorgd dat het een positieve actie werd, waarbij mensen vooral uit hun eigen ervaring of uit buitenlandse voorbeelden of zaken die ze gelezen hebben of zelf meegemaakt hebben, met ideeën konden komen aandraven. Bijvoorbeeld met dynamische carpoolstroken, bijvoorbeeld met modusrijden, waarbij je per rijstrook een soort formule hebt van afstand die je moet houden Ja. om het verkeer vlot te laten gaan. Of met de motorfiets. Ik ben vandaag met de motorfiets hier. Of met de motorfiets. We hebben het experiment deze week gedaan met onze man op de moto, Karel Bertelen, die normaal de wielerwedstrijden verslaat van op de moto. We hebben hem het traject van bij hem thuis tot de VRT laten afleggen. En dat was, ja, dat was is een andere invalshoek. Dus ik denk dat we de gelegenheid te baat hebben genomen om die hele fileproblematiek in al haar geledingen, zowel financieel, wat kunnen we zelf doen, welke technologieën staan er ter beschikking, wat moeten we verbeteren aan de infrastructuur, of waar moeten we afblijven? Bijvoorbeeld de discussie, gaan we extra rijstroken creëren? Lossen we daarmee het probleem op of vergroten we het probleem Ja. alleen maar?
En we hebben dat dan laten culmineren vanochtend in een beetje een atypische uitzending op het parkeerterrein in Groot-Bijgaard, omdat de winnende file, tussen aanhalingstekens, was de file op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaard en Vilvoorde. We hebben dan 2 uur lang een uitzending daar op het parkeerterrein gemaakt, waar mensen konden meekomen doen. We hebben zelfs een yogasessie aangeboden. We hebben een fanfare laten spelen. We hebben de minister van Mobiliteit daar gehad. We hebben experts daar gehad. We hebben luisteraars die uit eigen ervaring kwamen spreken. Het was een soort meeting, laten we zeggen. Ik vraag me af hoe atypisch is zoiets in de context van de VRT? Want u zit hier nu dik 35 jaar, of u werkt dik 35 jaar voor de radio. Hoezeer definieert het u, Jan Houtkiet, om met zulk een format of zulk een programma te komen, waarbij ik besef dat er natuurlijk een team achter zit, maar is dit iets waar voor u effectief leeft, dit soort projecten te doen? Want vandaag, of de laatste 2 weken, gaat het over fileproblematiek, ja. En volgende week gaat het over iets anders. Is dat wat de persoon Jan Houtkiet definieert? Maar ik denk wat het bindt is, ik ben hier begonnen met het als redacteur op een... voor een programma met dat maatschappelijke thema's, maatschappelijke problemen, maar laat ik het meer als thema's omschrijven, behandelde. En daar ben ik nu terug. Ik denk wat het bindt en in welk format, want radio is misschien gelukkig en misschien dat ik het daarom zo lang zo graag doe al. Radio is niet iets wat zich moet laten vangen in format. Radio leeft natuurlijk wel bij de gratie van het uur. Wij denken in uren. Want op het uur hebben we een nieuwsbulletin. Maar voor de rest is het een medium dat zich invoegt op verschillende plekken en contexten. Dus laten we zeggen dat het format dat we vanochtend gehanteerd hebben, misschien hebben we daarmee niet het warm water uitgevonden. Maar wat het bindt is een oprechte belangstelling voor wat mensen bezighoudt en vooral de mensen de kans geven om zelf actief en participatief en niet gratuit met ideeën te komen en die meteen met beleid en met experts te kunnen confronteren. Ik vond het zo mooi als een vrachtwagenchauffeur die er vanochtend was, Toon. We hebben hem eerst laten meedoen aan de yogasessie en nadien had hij zijn heel helder idee dat hij in Los Angeles was gaan halen, is hij komen voorleggen aan de experts en de experts hebben daar feedback kunnen opgeven. Mm-hmm. En dat zijn de magische momenten voor mij, waar er echt gesprek is, waar mensen naar elkaar luisteren, elkaar aanvullen, elkaar tegenspreken, maar samen naar oplossingen zoeken. Ja. En als ik ergens een bindend element moet gaan zoeken, dan is het dat misschien wel. En dat is van alle tijden. Dat is niet iets wat in 2017 wezenlijk anders is dan in 1979 toen ik begon. Alleen hebben we nu een boel middelen om dat veel soepeler en sneller en transparanter te laten verlopen. We hebben sociale media, we hebben alle mogelijke kanalen. Waarop u ook zeer actief bent, of u en uw team dan dat onder is de naam Houtkiet. We hebben een Facebook Live om naast die radio-uitzending ook nog dingen te gaan doen. Dus we hebben heel veel kanalen waar we op kunnen werken. Maar de basis van het verhaal, de nieuwsgierigheid naar de expertise van mensen, de beleving van mensen, de verhalen van mensen, die is dezelfde gebleven. En daar bent u dezelfde persoon als toen u in 1979 hier begon? Op zoek naar... Want ik ken natuurlijk als jonge gast Houtkiet van het programma zoals ik het vandaag de dag kan beluisteren. Maar is de persoon Jan Houtkiet ook een vereenzelving van dat programma? Of is het... Het draagt natuurlijk uw naam, maar is het echt... Ja, de persoon heeft er weinig mee te maken. Natuurlijk, wie ik ben zal een beetje meemaken hoe het programma klinkt. Dat is wel zo, maar... Het is geen programma dat naar mijn persoon is gemaakt. Ja, okay. Ik ben wel het, laten we zeggen, verbindend element of het element dat zorgt dat het allemaal op een wat harmonische en hopelijk frisse en inspirerende manier samenkomt. Groter dan dat is mijn rol niet, maar het is wel wat mij oprecht bezighoudt en het is daardoor allicht dat ik het zo graag maak en ik hoop dat dat plezier ook een beetje overkomt en afstraalt op de mensen die ermee aan werken of ermee naar luisteren. Ja. Het programma Houtkiet is zeer multimedia, zoals u zelf zegt. We zetten Facebook Live op, we zitten op sociale media, we doen interactie met ons publiek. Voor het gesprek zei u het kort, u werkt ook aan een eigen boek. U lijkt mij iemand die volledig meegaat met zijn tijd, wat ik enkel maar als compliment bedoel. Maar kan u iets meer vertellen over het boek wat u nu schrijft? Over de, het is blijkbaar heel veel interesses die u heeft en die u tot uiting laat komen. Ja, dat heeft te maken met een beetje een... Ja, eigen interesse of een zwakheid, noem het. Ik ben graag met taal bezig. Dat is iets wat mij enorm veel
plezier verschaft met taal bezig zijn. Luisteren naar taal, daar zelf iets mee knutselen, proberen dingen goed te formuleren of tenminste helder te formuleren, dat is wel iets wat me bezighoudt. Ik denk dat dat veel onbegrip en misverstand de wereld zou uithelpen als mensen gewoon hun best doen, tussen aanhalingstekens, om helder. En helder is niet, betekent niet volgens een boekje, maar betekent wel benoemde dingen zo duidelijk en klaar als mogelijk. Luister goed naar elkaar. Dat zijn de dingen waar ik mee bezig hou. En in die zin kwam het idee aanwaaien, ik denk 1,5 jaar geleden, bereikte ons nieuws van een boekje dat in Nederland was geschreven. Dat heette Mijn moeder zei altijd. En dat was eigenlijk een soort verzamelingen van moederswijsheden, maar dan uit Nederland. En dan begonnen we te denken, ja, in Vlaanderen moet er best ook wat wijsheid, verzamelde wijsheid bestaan. Van moeders of grootmoeders of grootvaders die langs de moeder... Schrift op taal wel, weliswaar. Wel, nee, waar de taal laat ik zeggen, een element is waardoor wijsheden wel plastisch kleur krijgen. Waardoor de wijsheid wel op een treffende manier wordt neergezet. Heeft u zo'n favoriet voorbeeld? Of? Wel, er zijn er zo gruwelijk veel dat ik er niet één kan uithalen. Maar het zijn volkswijsheden meestal. Het neemt geen blad voor de mond. Dus het... Mm-hmm. Af en toe is het confronterend, het is soms wat plat, wel vulgair, het is soms fris, het is soms bezorgd. Het kan alle tonaliteiten aannemen, maar het zijn stuk voor stuk wijsheden die niet uit een filosofenpen komen, maar die gewoon uit de volkse cultuur komen. Boerenverstand. Boerenverstand zou je het kunnen noemen. Ja. En ik heb me daar samen met een dialectologe, met Veronique de Tier, die dat dan meer vanuit haar expertise kan bekijken, hebben we ons daar eens aangezet en mensen van die wijsheden laten toesturen. En we zijn er samen eens naar gaan kijken van, tja, welke gemeenschappelijkheid vinden we daarin? Waar zitten regionale verschillen? Ja. Waar zitten misschien regionale gelijkenissen? Dat je zegt, sommige dingen vinden we in Antwerpen, maar zeggen ze in West-Vlaanderen op exact dezelfde manier. Dus dat was een boeiende zoektocht eigenlijk in die vele inzendingen die we gekregen. En zal het boek, want heeft het al een titel, het boek? Ons moeder zei altijd. Ons moeder zei altijd. Omdat in Vlaanderen we de neiging hebben om daar een soort pluralis majestatis van te maken. En zal het een soort van bundelwerk zijn? Of zal u individuele gezegden of zegswijzen of boutades of zinnen analyseren of wordt het eerder een bundeling van? Het wordt geen opsomming. Ik denk niet dat dat leuk is om te lezen. Mm-hmm. Enfin, ja, dat is wel leuk, maar dat is een naslagwerkje. Maar laten we zeggen dat we zoveel mogelijk van die wijsheden hebben verzameld onder bepaalde thema's. En dan daar gaan kijken, wat is iets wat we nog nooit gehoord hebben? Wat is iets dat teruggrijpt naar een historisch feit misschien? Mm-hmm. Dus we zijn daar dan met de loep gaan opleggen. Dus het is geen opsomming. Maar ze zitten er wel allemaal in. Het is ook geen beschouwing van op afstand. Wanneer zou het in de winkelrekken liggen? Het zou in mei moeten, april, half april, mei. Half april, mei. Zouden we graag. Ons moeder zei altijd, of zegt altijd. Ons moeder zei altijd. Ons moeder zei altijd. Zegt kan ook nog, maar dan moeten we nu ingrijpen. We zitten vandaag in week 7 van het nieuwe jaar, als ik mij niet vergis. Heel wat gebeurtenissen die we al achter ons hebben liggen. Deze week Valentijn. Niet de meest actuele, maar wel triviale gebeurtenis misschien. U zit met uw neus in de feiten, met uw neus in de actualiteit. Daar draait uw job rond. Behalve het programma wat u nu of de laatste 2 weken die u met de fileproblematiek heeft afgesloten. Zijn er dingen die u het nieuwe jaar al verrast hebben? Misschien zowel positief als negatief. Vandaag op de dag dat we dit opnemen is bijvoorbeeld Donald Trump een maand president. Zoals ik net zei, wat de afgelopen weken of deze weken het Valentijn-hysterie of gedoe achter ons. Mm-hmm. Zijn er dingen waarvan u op dit jaar al serieus van verrast bent? Of die u positief of negatief hebben verrast? Wel, ik werd vanochtend toch verrast, kan ik zeggen, door het bericht dat ik in de ochtend hoorde. Een idee om het broeikaseffect tegen te gaan, een idee om het Noordpoolijs dat
met een vrij hoog tempo aan het smelten is, om eigenlijk, daar kwam het op neer, de Noordpool opnieuw te bevriezen. Dus om met sproeiers te zorgen dat dat smeltende ijs terug bevriest, zodanig dat we die Noordpool terug op zijn temperatuur krijgen en ervoor zorgen dat dat niet een soort domino-effect heeft en sneller gaat gebeuren. En wat mij vooral trof, enerzijds natuurlijk de onverwachtheid van de idee. We gaan de Noordpool opnieuw bevriezen. Dat klinkt een beetje als een raar idee. Maar ook wat de onderzoeker, het was een glacioloog, die zei, dit is op zich een goed idee. Dit kan wel helpen om de opwarming van de aarde tenminste af te remmen. Mm-hmm. Maar dit kan ook, als het niet lukt, kan dit ook net de zaken gaan bespoedigen. Dus het is een operatie die bepaalde mogelijkheden biedt. Het is een operatie, het is een beetje zoals een menselijke operatie, mm-hmm. die biedt bepaalde mogelijkheden om een probleem op te lossen, maar die biedt tegelijk ook een bepaald risico om de patiënt nog meer in de problemen te brengen. Dus het is een soort risicoanalyse en ik besefte ineens, het gaat wel over onze planeet en we zijn nu bezig met een, wat op zich een goed idee klinkt, maar toch goed dat we ons meteen ook bewust zijn van de risico's. En dan word je toch met je neus op die feiten gedrukt die denk ik vandaag de dag nog moeilijk te ontkennen zijn, dat ons klimaat aan het evolueren is. En dan begint de discussie wat de rol is van menselijk functioneren daarin of niet, wat gewoon een evolutie is. Maar het is iets... Dus het gaat u niet zozeer om de stoutmoedigheid van het plan, maar wel om de klimaatdiscussie in de bredere zin. De combinatie van de stoutmoedigheid en de frisheid van het plan eigenlijk, met de urgentie van de situatie. Er is toch een bepaalde klok aan het tikken. En als we vanuit die klok dat risico nemen om die operatie te gaan ondernemen, moeten we ook een risicoanalyse doen en ons bewust ervan zijn, voordat we daaraan beginnen, van de mogelijke risico's. Dus er is vandaag de dag toch een bepaalde urgentie, er tikt een klok en we raken ons daar meer en meer van bewust en dat houdt me wel bezig. Is dat een idee voor een nieuwe week of een nieuwe tweewekelijkse uitdaging die je via Houten Kiet kan lanceren? Een uitdaging is niet het juiste woord, maar is dat een maatschappelijk debat wat u vanuit Houten Kiet... De klimaatproblematiek uiteraard, dat spreekt vanzelf. Mm-hmm. Alles wat mobiliteit aangaat, wat gezondheid aangaat, het welzijn aangaat, wat burn-out, geestelijke gezondheid aangaat, dat zijn allemaal, laten we zeggen, latente thema's. Dat zijn thema's die de mensen bezighouden, waar meningsverschil over bestaat, waar debat over bestaat, maar waar je tegelijk in de feiten wel ziet dat ook evolueert en dat dat debat ook moet evolueren, dat dat een dynamisch debat is, dat de waarheid die we vandaag poneren, dat die over 2 maanden misschien niet meer geldt en dat er een nieuwe waarheid in de plaats is gekomen. En dat vind ik op zich vind ik boeiend. Een discussie is maar een middel om inzicht te verschaffen, maar is nooit een afgesloten... Je sluit een discussie nooit af. In mijn overmoed had ik in het begin het idee van we zetten dat op de agenda, we hebben dan een discussie en dan komen we tot een conclusie. Ja. We mogen toch niet eindigen zonder conclusie. Na 5 seizoenen ben ik erachter gekomen dat die alomvattende en definitieve conclusie niet bestaat. Zolang dat er menselijke meningen zijn, is er geen consensus. Ja, zolang de maatschappelijke realiteit verandert. Hè. Ja. Onze maatschappij verandert op sommige domeinen heel snel, op sommige domeinen wat trager, maar alles verandert. En dat is niet verkeerd, maar dat betekent dat je je visie daarop, je standpunten, de dogma's waar je aan vasthoudt, dat je die altijd wel moet gaan aftoetsen aan een nieuwe realiteit. Hoe moeilijk is het dan voor u om daar neutraal in te blijven? Want ik neem aan, zeker een stukje social media en anonimiteit van de reacties of feedback die u krijgt, hoe moeilijk ligt u daar om dan toch die gouden graal van de neutraliteit bij te houden of achterna te gaan? Ik denk zelf, maar ik ben niet goed geplaatst om daar uitspraken over te doen. Ik denk zelf dat ik mijn best doe om die neutraliteit te bewaren. Tegelijk ben ik mij er zeer van bewust dat het een illusie is dat de totale onpartijdigheid en de totale neutraliteit bestaat. Wat ik wel doe, en dat maakt deel uit van het
discussieprocedé. Ik ga wel tijdens zo'n uitzending of tijdens zo'n discussie ga ik wel op standpunten staan. En zeg ik van, en zeg ik niet anoniem van sommigen zeggen dat, maar probeer ik dat ook heel concreet te benoemen. En ik ga wel samen met de geïnterviewde of met de mensen die ik dan spreek, ga ik wel op een standpunt staan en dat leg ik voor. En dat wordt soms door luisteraars, en dat kan ik alleen maar betreuren, dat wordt soms door luisteraars geïnterpreteerd als... Dat zijn de uw eigen... Jij neemt je standpunt in en je standpunt is dat. En dat komt soms tot heel raar. Ik denk als je bij elkaar zou leggen alle bedenkingen en discussies en kritiek die er tijdens die 5 jaar gang op het programma is gekomen, dat je tot heel tegenstrijdige vaststellingen komt. Dus dat is soms de misvatting dat het standpunt dat ik dan vertolk, dat dat ook het mijne is. Wat niet het geval is. Ja. Ik kan toch wel met gerust hart zeggen dat mijn hoogste streven, en dat is denk ik wat een openbare omroep, kan niet anders dan de neutraliteit, de finale neutraliteit nastreven. Ja. Zich niet voor een kar laten spannen, maar in het journalistieke proces spreekt het vanzelf dat je posities inneemt, dat je mensen confronteert met iets, dat je meegaat in een discussie. Dat het bespreekbaar wordt ook natuurlijk. Ja, om... Zolang je het maar bespreekbaar, maar dat moet je over een langere tijd zien. En als je daar met name een openbare omroep zou kunnen betrappen op te veel partijdigheid, dan denk ik dat het volle recht is van de burger om te eisen dat neutraler wordt. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik werk hier ondertussen 38 jaar. Als ik zie wat er allemaal over soms de rode burcht en soms de zwarte burcht gezegd wordt, dan weet ik dat dit een kleurrijk huis is, maar een huis dat die onpartijdigheid heel hoog in het vaandel draagt. Echt wel. Over een huis gesproken, hoe belangrijk is bij u aan de keukentafel discussie, argumentatie, maatschappelijke relevantie van een aantal onderwerpen? Is dat iets waar u dan ook, misschien in uw eigen opvoeding en ook het stukje opvoeding dat u doorgeeft, wat centraal staat voor u, wat altijd centraal heeft gestaan? Want natuurlijk, wat u doet en de manier waarop het u brengt, want ik kan mij bepaalde interviews, onder andere met Mark de Scheemaker, nog herinneren toen u bij de NMBS zat, dat ik gewoon fantastische interviews en gekluisterd zat aan de radio letterlijk om te beluisteren. Maar van waar komt dat dan? En hoe wilt u dat, of hoe probeert u dat verder te geven? Het maatschappelijk besef op de manier waarop u het aanpakt? Ja, ik heb daar weinig... Ik ben geen lesgever, dus ik kan dit niet theoretisch gaan doorgeven. Maar ik denk wat aan de basis ligt van iedereen die hier werkt en van de ploeg waar ik mee mag werken, denk ik een oprechte en permanente nieuwsgierigheid naar wat er in de maatschappij gebeurt, een luisterbereidheid, een onpartijdigheid. Dat zijn allemaal attitudes, denk ik, die bindend zijn. En ja, in de loop van zo'n discussie af en toe iemand een spiegel voorhouden, dan wel zeggen van ja, maar wat je nu zegt klopt niet met wat je toen gezegd hebt. Mm-hmm. Of hoe reageer je hierop? Dus dat is een beetje de conversatie-discussiemodus waar je af en toe een prikje geeft, waar je af en toe meegaat, luistert vooral. Dat vind ik zo belangrijk. Dat is ook de baseline van ons programma, is de radio luistert. Mm-hmm. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat de radio dat vandaag de dag voldoende doet. En de radio moet niet alleen maar luisteren. Mm-hmm. De luisteraars moeten ook naar de radio luisteren, want anders hebben we geen luisteraars meer. Maar wij moeten alert en attent blijven. En hoffelijk in onze omgang. Mm-hmm. Ik vind dat we... ik hoop dat we dat bereiken, dat we altijd mensen benaderen vanuit een hoffelijke attitude. We zijn er niet om de boel op te poken. We zijn er niet om mensen in het nauw te jagen. We zijn er wel om de zaken te benoemen zoals ze zijn. En zaken die meningen, opinies, visies, die heersen, voor te leggen. En ze niet te verpakken, maar ze voor te leggen. En op basis daarvan discussie aan te gaan. Ik ga je nog 2 vragen stellen, als dat voor u oké is. U bent hier 38 jaar geleden begonnen. Hoe bent u dan gegroeid hoe bent u als persoon gegroeid naar de persoon die vandaag het 5e seizoen Houten Kiet brengt? Wat waren dan de,
de periodes of misschien de lessen die u absoluut heeft moeten leren, maar waar u dan ook het meest aan heeft gehad? Wel, ik heb het geluk dat ik een heel goede leermeester, radioleermeester heb gehad. In mijn eerste jaren, maar zeker in de hele periode Studio Brussel, dat was Jan Schoukens. Ja, ik mag hem echt een radiomonument noemen. Iemand met heel veel kennis, inzicht, precisie, feeling voor radio. Hij heeft mij het vak geleerd. En heeft niet alleen mij, maar heeft heel velen het vak geleerd. Die nu uitgezwermd zijn naar alle mogelijke, die in huis gebleven zijn of die naar andere media zijn uitgezwermd of andere maatschappelijke gebieden. Dus hij is een ontzettend belangrijke leermeester geweest. En ik denk dat dat, ik kan dat niet anders dan een cadeau noemen. Dat was niet elke dag makkelijk, want hij was ook iemand die geen blad voor de mond nam. En die je kwam vinden als het niet goed was en die je dat rechtuit zegde. Maar ik denk dat iedereen zoiets nodig heeft. Mensen die bereid zijn van hun kennis met jou te delen en die je er dan ook op wijzen als je het niet goed doet. Dat is één les. Daar leer ik veel meer van dan iemand die komt zeggen van dat heb je goed gedaan. Dat is leuk en dat moeten we ook durven zeggen tegen elkaar. Maar uiteindelijk leer ik meer van iemand die me komt zeggen misschien dat was goed gedaan, maar dat kon beter, want. Dus die, laten we zeggen, die aandacht voor elkaar, dat is ontzettend belangrijk voor een werkomgeving. Iets wat ik ook als advies zou meegeven voor mensen die aan een loopbaan beginnen of daarin bezig zijn en daar wat hun weg aan het zoeken zijn. Ik heb 10 jaar als nethoofd gewerkt en dan kreeg ik natuurlijk heel veel medewerkers over de vloer die ergens met vragen zaten of die een verandering te verwerken kregen. Ik heb het altijd een beetje vergeleken met een skier die een berg afskiet of iemand die in de wildwaterbaan zit. Stel je soepel op, zet je niet schrap en hou niet mano militari vast aan de bestaande situatie, want het risico is dan heel groot dat je iets breekt. En ik heb die, onbewust heb ik die attitude altijd een beetje genomen van wat komt er op mijn pad. Studio Brussel 1983, ik was hier 4 jaar aan het werk en ineens kwam dat idee van Studio Brussel, dat was een naam, maar meer niet. Dat werd letterlijk een zender, een hoofdstadzender, dus een zender voor de hoofdstad Brussel en de mensen die hier kwamen werken met nieuws en muziek. Dat was de doos en wat daarin ging komen, niemand wist het. Dus dat was een risico, dat was een avontuur. Waar ik best mijn twijfels bij had, want ik zat goed bij Radio 1, ik deed daar leuk, ik mocht daar leuke dingen doen. Maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik heb het avontuur dan toch maar gewaagd en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En 15 of 18 jaar later kwam dan de vraag om als nethoofd te gaan werken, wat ook veel onzekerheden met zich bracht, maar ik ben daar ingesprongen, ik ben blij dat ik het gedaan heb. 10 jaar later kwam de vraag om een strategische baan als adviseur. Ik wist niet wat ik me daarvan moest voorstellen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En nu dit, wat ook heel atypisch is, ik werk nu terug 5 jaar echt puur als radiomaker, waar ik me ook afvroeg, kan ik dat nog, wil ik dat nog wel, ga ik dat graag doen? Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Dus die verandering, ik denk dat ontzettend belangrijk is. En één dingetje dat mij nu ook wel opvalt, wat ik heel fijn vind, is dat ik kan werken in een ploeg, in een multigenerationele ploeg, hoe klein ze ook is, maar mensen, twintigers, dertigers, vroege veertigers, ik zelf ben de 60 al voorbij, ik vind dat enorm goed werkt. En ik denk dat ontzettend belangrijk is om het fris te houden en om het leuk te houden. Ja. Hoe lang zit u zelf nog in deze rol of bij de VRT? Waar kijkt u op de iets langere termijn nog naar uit? Goh, ik doe nu heel graag... Ik heb eigenlijk dezelfde attitude die ik de eerste dag hier had. Ik zie wel wat mijn pad kruist. Dat heb ik altijd. Ik heb nooit een plan gemaakt langer dan 1 minuut vooraf. Ik maak ook zo radio. Ik lees me wel in een onderwerp en ik weet wat belangrijk is en waar we naartoe moeten. Maar hoe we dat doen, dat wordt op het moment zelf gemaakt. En dat is iets wat... daar beleef ik ontzettend veel plezier aan.
En ik begrijp perfect dat sommige mensen dat net niet willen, want je moet bereid zijn om veel te improviseren. Je moet inspelen op wat zich aandient, je moet alert blijven voor dingen die gebeuren. Niet iedereen doet dat graag en ik heb daar alle begrip voor. Dus vraag me naar een plan voor over een jaar of 5 jaar. Ik heb het echt niet. Ik zie wel wat het pad kruist. Als allerlaatste vraag zou ik u nog graag willen vragen. Vanuit uw achtergrond en uw carrière en alles wat u gedaan heeft, wat zou u de gemiddelde, ik ben nu 25 jaar, maar het gaat niet zozeer de gemiddelde 25 jaar, maar wat zou u misschien uw jongeren zelf nog willen meegeven toen u die leeftijd had of in die periode van uw leven zat? Wat is iets waar u nu merkt van kijk, dat zou ik nog graag. Of niet zozeer dat zou ik graag willen doen of graag willen geven, maar dat is iets wat mij plezier zou doen, moest dit kunnen veranderen. Moest ik bijvoorbeeld jongere mensen vanuit mijn achtergrond dit kunnen meedelen. En jong mag, kan breed zijn, kan. Ja. Kan. Goh, ik denk dat je moet proberen, dat klinkt heel klef, jong te blijven. De spirit die je hebt als tiener, als middelbare schoolstudent, als hogere schoolstudent. Mag ik de vraag dan aanpassen? Mag ik u dan vragen, hoe probeert u jong te blijven? Dat is misschien gemakkelijker. Ik probeer dat vooral niet, want er is niks zo pathetisch als iemand die toch al wat jaren op de teller heeft die jong probeert te blijven. Ik denk nieuwsgierig blijven, echt nieuwsgierig blijven, flexibel blijven. En dat is misschien toch iets waar we de neiging hebben om vandaag de dag elkaar wat op te jagen. We zijn allemaal, en dat heeft veel met de sociale media te maken, we zijn allemaal een beetje zendertjes geworden. En sommigen hebben de neiging om een zeker serieus aan hun rol te geven. En of dat nu een formele rol is of een informele rol. En daar gebruik ik graag een Frans woord voor. Ik vind niet het equivalent in het Nederlands. Fransen noemen dat l'autodérision. Je zou dat kunnen vertalen als een zelfrelativering, maar ik vind dat niet helemaal accuraat als vertaling. Maar l'autodérision, jezelf in vraag durven stellen en ook eens met jezelf durven lachen, van op een afstand naar jezelf krijgen en de relativiteit inzien van wat je aan het doen bent. Ik denk, maar dat kun je niet oefenen, dat is iets wat je moet, dat is een attitude die je... Die je wel kunt cultiveren. Ja, of die je als ploeg ook kunt cultiveren. Als je dat naar elkaar durft te doen, als je dat vizier opentrekt en je durft elkaar prikjes te geven en elkaar vooral te zeggen als je vindt dat het goed gedaan is, dan denk je dat je het lang volhoudt. Als daar een soort stiltemuur komt, En dat gevaar is niet denkbeeldig, want we zitten allemaal, we moeten toegeven dat we de neiging hebben om allemaal een hele werkdag lang achter een scherm te zitten en niet altijd voldoende met elkaar te overleggen van hoe gaan we het aanpakken en zo verder. Dus de technologische middelen die we vandaag hebben, nodigen niet meteen uit tot dat gesprek. Ik denk dat we dat gaande moeten houden. En daarom is niet te onderschatten in een werkomgeving zijn 1. Voldoende en 2. Goed functionerende en 3. Lang goed functionerende koffiemachines. En dus mocht ooit onze CEO dit te zien krijgen, dan is dit een oproep. Voldoende goed functionerende koffiemachines. Ik dank. Ik wens u hiermee nog een prettig weekend, een succesvolle boeklancering en heel veel geluk met wat u in de toekomst nog onderneemt. Dank u wel, meneer Houtkiet. Dank u.